Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Op de weerkaart zien we een opvallend lage drukgebied ten noordwesten van Ierland liggen. Rond dat lage drukgebied draait de wind uit het westen en die blaast bewolking en regen richting ons land. Het zal niet heel veel zijn, het trekt heel traag het land binnen, maar het zorgt wel voor wisselvallig weer. Als we de weermodellen in beweging zetten, dan zien we dat het regengebied inderdaad onze kant op komt. Dat het echt maar een paar spatjes zijn die in de loop van de middag en avond naar het oosten trekken. En dat het daarna ook alweer opklaart. Maar vrijdag later op de dag kan er toch nog een enkele bui vallen. Het lage drukgebied lost uiteindelijk op in de buurt van Schotland. En we zien een nieuwe actieve depressie helemaal links op de weerkaart verschijnen. Dat is voormalig tropische orkaan Christobal. En die trekt richting IJsland en zorgt ervoor dat er ten westen van Frankrijk een vrij hoge drukgebied gaat ontstaan. En dat hoge drukgebied, dat wordt belangrijk. Dat trekt de komende dagen richting Engeland. Dan hebben we het al over maandag en dinsdag. En dat zorgt voor vrij nazomer weer bij ons. Lage drukgebied uh, wat richting IJsland trekt. Kristalwal, dat heeft nog een onzekere koers. Dus hoe lang we het mooie weer volgende week houden, dat is nog steeds onzeker. Maar we gaan eerst weer beginnen met vandaag. Want ook vanochtend is het schitterend weer in een de groot deel van het land. Veel zonneschijn, paar wolken. Alleen in Zeeland is het al vroeg in de ochtend bewolkt. Daar valt een spatje motregen. De wolken en motregen breiden zich heel langzaam richting het noordoosten uit, maar dat gaat echt heel traag. In de loop van de middag, dus in het noorden, midden. En oosten al een spatje, maar het noordoosten houdt het nog droog en dat blijft tot aan het einde van de middag de zon schijnen. Temperaturen 21 tot 23 graden. De wind draait geleidelijk naar zuid tot west en wordt matig. Windkracht 3 à 4 aan zee. Vanavond trekken er nog een aantal buien over het land. Kan hier en daar een stevige bui zijn en daarna klaart het vanuit het westen op. Temperaturen halverwege de avond rond 17 à 18 graden. In de nacht is het dan op de meeste plaatsen droog, heel misschien valt er in het zuiden een bui. Dan kijken we naar het weer van morgen. Nou, dat ziet er eigenlijk best aardig uit. Een paar buien over de zuidelijke en de oostelijke provincies. Heel misschien een bui in het midden. En het noordwesten en noorden, die houden het droog. Temperaturen 20 tot 22 graden. In de kustprovincies wel een stevige windkracht 4. En in het binnenland staat er wat minder wind. Maar toch een hele aardige dag. Het weekend ziet er duidelijk wisselvallig uit. Zaterdagochtend is het nog heel even droog. Daarna neemt snel de bewolking toe en gaat het regenen. Ook zondag een aantal buien, maandag wordt het grotendeels droog en dan gaat de zon vaker schijnen en ook de temperatuur omhoog. In het weekend is het zo'n 18 tot 21 graden en vanaf maandag hebben we 20 tot 24 graden. Dat zien we ook in de lange termijn verwachting. Na de dip in het weekend gaan de temperaturen omhoog, aan het einde van volgende week misschien zelfs lokaal 25 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.